Video mee. Goedemiddag, ja. Dat kunt je zo iemand via e-mail laten. Succes. Dankjewel. Ik ben Maxime, ik werk op het contactcenter van VDAB en ik sta voornamelijk werkgevers en partners van VDAB te woord. Wel, ik ben maatschappelijk werker van opleiding. Ik heb heel lang op een OCMW gewerkt, had daar heel veel face-to-face contacten. Dat wou ik eigenlijk niet meer, ik wou wel nog klantencontacten. En zo heb ik dan de job gevonden, daarop gesolliciteerd en hier zit ik nog altijd. VDAB, goedemiddag, met Maxime. Je moet een bachelor of een graduaat hebben, dan moet je solliciteren en de sollicitatie bestaat wel uit testen, daar moet je dan al in slagen. En dan krijg je nog een maand een opleiding, dus een volledige maand on the job, een opleiding. En dan als je start, word je ook nog begeleid gedurende de eerste weken. Echt waar, ja. Maar je hebt ook de mogelijkheid binnen VDAB, zijn er interne vacatures, dus binnen VDAB zijn er heel veel mogelijkheden om andere zaken te doen. Dan moet je op login drukken. Mag je even beginnen met de gemeente? Wel, een goede dosis gezond verstand. Heel goed kunnen luisteren. Want je krijgt heel veel vragen binnen. En je moet echt de vraag daarachter kunnen achterhalen. Eigenlijk. Dat is belangrijk. Een beetje humor is ook altijd leuk. Want een moeilijk gesprek kun je daardoor wel eens een keer omkeren. Voor mij het meest aantrekkelijke is ook een beetje de flexibiliteit. We hebben een vaste blok die we moeten werken en daarnaast de uren, die mogen wij zelf inplannen. Ik heb zelf kinderen, dus voor mij is dat heel positief, want ik kan mijn zoon gaan halen van school, kan nog een paar uurtjes werken. En ook ons werk, als wij verlof nemen, dat is afgesloten. Je komt niet terug en er ligt geen stapel dossiers op je te wachten.